Goedemorgen allemaal en welkom op deze Tech Talk. Mijn naam is Jan van Rossum van MCS en vandaag gaan we het hebben over de Industrial IoT Protocol Gateway. Dat is een mond vol. Hij staat ook wel bekend als de LoRa to GBS Extended. Nou, daar komen we zo meteen nog wel eventjes op. Maar misschien om al gelijk eventjes aan te geven. Protocol gateways in de industriële automatisering, dat is iets wat wel vaker al is geïntroduceerd door andere partijen. Alleen het onderscheidende hieraan is dat het is echt een industrial IoT gateway. Dus wij proberen IoT te verbinden aan de wereld van industriële automatisering. En op deze manier kunnen we dus draadloze sensoren integreren in een omgeving van PLC's, SCADA en uiteraard ook gebouwbeheersysteem. Daar gaan we het vandaag over hebben. Nou, allereerst even een paar praktische mededelingen. Dus als je een vraag hebt, die kun je uiteraard stellen in de chat. Die zal ik aan het einde van de rit even in behandeling nemen. Graag even je naam erbij, want anonieme vragen die willen we eigenlijk niet behandelen. En hou er rekening mee dat de hele sessie wordt opgenomen en na afloop kunnen we jullie nog toesturen. Waar gaan we het vandaag over hebben? Allereerst even een klein stukje over MCS. Vervolgens zal ik ingaan op de LoRa to GBS Gateway. Dat is een product dat we al eerder hebben geïntroduceerd. Maar die is nauw verwant aan deze gateway. Vandaar dat ik hem toch ook nog eventjes wil aanstippen. Dan zal ik eigenlijk de industriële IoT Protocol Gateway behandelen. En ik zal ook nog even ingaan op wat toepassingen van die gateway. En uiteindelijk sluiten we af met een aantal vragen. Nou, allereerst MCS zelf. Wat doen wij ook alweer? Wij faciliteren onze partners in goede gemanagde IoT solutions. Dat zijn allemaal Engelse termen, mooie IoT oplossingen. En privé netwerken. Nou, als we even inzoomen op de managed IoT oplossingen, dan zien we dat op het volgende plaatje. Een IoT oplossing die bestaat uit een aantal elementen. Die zien we hier zo in het midden. Dus dat zijn sensoren. Die sensoren die communiceren hun data via gateways en routers. Die routers en die sensoren die moeten ook gemanaged worden. Dus we hebben daar remote device management systemen voor. Uiteindelijk heb je ook een stukje connectiviteit nodig. De data moet over een netwerk uiteindelijk ergens in een dataplatform terechtkomen. Dat noemen we connectiviteit. Daar hebben we oplossingen voor. En uiteindelijk wil je ook nog iets doen met die data. Dus dat wil je analyseren. Nou, ook daarvoor hebben we bepaalde oplossingen. Betekent dat we als een klant dat zou willen het hele treintje kunnen leveren. Maar als een klant zelf wel elementen heeft, dan vullen wij gewoon aan op basis van de behoeften van de klant. Dat doen we door middel van een aantal merken die staan aan de linkerkant. Dat zijn onze leveranciers. En aan de rechterkant staan een aantal partners, voorbeelden van partners waar we dat al voor hebben gedaan. En nog steeds met veel plezier doen. Dus dat even over de managed IoT oplossingen. Daarnaast doen we ook wat wij noemen private netwerken. Die kunnen ook in diverse vormen leveren. Ook as a service, zeg maar, uit de doos volledig gemanaged. Die privé netwerken die hebben we heel veel al gedaan in de omgeving van mobiele netwerken. Dus denk aan vroeger GSM. En die worden allemaal nu gemigreerd naar privé 4G netwerken. En inmiddels zijn we ook bezig met privé 5G netwerken. En je kunt ook denken aan privé LoRa netwerk. Dat hebben we bijvoorbeeld bij Schiphol gedaan. Als je op de knopjes drukt in de wc, dan gaat het allemaal via ons geleverde netwerk. Nou, die privé netwerken die leveren op basis van een aantal leveranciers, die staan hier aan de linkerkant. En dat doen we ook samen met partners. En die partners staan hier aan de rechterkant genoemd. Dus dat even in een notendop wat MCS doet. Veel managed IoT oplossingen en private netwerken. En daar schakel ik even over naar wat we eigenlijk al eerder hebben geïntroduceerd. En dat is de LoRa to GBS Gateway. Die gateway, sommigen kennen hem misschien al, die is gebaseerd op de Option Cloud Gate. Die zien we daar in het midden staan. Hij draait een stuk software op en daar zit een LoRa kaart in. Zodat je zeg maar allerlei LoRa sensoren aan de linkerkant kunt verbinden aan je gebouwbeheersysteem. Die staat dan aan de rechterkant via diverse protocollen. Bijvoorbeeld BACnet, Modbus, MQTT, etc. Eigenlijk kun je die natuurlijk ook wel aan je PLC knopen als je dat zou willen. Want een PLC praat bijvoorbeeld ook Modbus. Maar goed, aan de andere kant, hij is echt wel gepositioneerd als de LoRa tot GBS gateway. Waarmee je dus eigenlijk een compleet LoRa, draadloos LoRa netwerk kunt integreren in je gebouwbeheersysteem. Wat was nou eigenlijk ook alweer LoRa? Even een kleine
update, recap. LoRa staat voor, het is een onderdeel van de LPWAN-familie, dus dat staat voor Low Power Wide Area Network. En dat zegt het eigenlijk al gelijk. Het is dus een low power netwerk, weinig energie. En het is een wide area netwerk, dus je kunt er een groot gebied mee afdekken. Ik kom daar zo meteen nog even op terug. Daarnaast is het natuurlijk draadloos, dus dat is heel prettig. Want als het draadloos is, hoef je dus niks te installeren qua bekabeling. Het is speciaal ontworpen voor IoT. We zijn er zelf een jaar of 8 mee geleden mee begonnen. En is eigenlijk een van de eerste netwerken die echt speciaal voor IoT ontwikkeld is. En dat heeft alles te maken met inderdaad het energiezuinige component. Maar ook met de security. Vanaf de grond af aan is het volledig beveiligd op diverse niveaus. Zodat je daar hele veilige IoT-oplossingen mee kunt genereren. Het is een vrije radiofrequentie, dus dat betekent dat je het eigenlijk overal kunt gebruiken. Je hoeft er geen licentie voor te hebben, zoals dat natuurlijk bijvoorbeeld bij Narrowband IoT wel het geval is. Daar ben je afhankelijk van een operator. Dit kun je gewoon zelf doen, dus je kunt heel makkelijk een private netwerk opzetten. Zowel in Nederland, Europa, maar eigenlijk ook over de rest van de wereld. Amerika, Azië, etc. Het mooie daarvan is dat je dus eigenlijk hier een oplossing kunt bouwen en vervolgens gewoon kunt exporteren. Is toch alles in een doos en dan werkt het ook elders in de wereld. Een klein beetje rekening houden met de frequenties, maar in principe is dat heel goed uit te rollen. Nou, daarnaast hebben we nog 4 kenmerken en ik klik ze heel even door. Daarna ga ik erop in, want eigenlijk met name deze 5 elementen zijn van belang voor de integratie in een gebouwbeheersysteem of in een industriële automatiseringsomgeving. Ten eerste dus dat het draadloos is. Hè. Wat ik al zei, het voordeel is dat je dus niet hoeft te bedraden. Je kunt je ervoor voorstellen als je op een gegeven moment een gebouwbeheersysteem hebt of een industriële automatiseringsomgeving. Daar zit een systeem in wat misschien al jaren draait. Dat is prima, maar nu wil je extra sensorinformatie. Ja, als je dat allemaal zou moeten bekabelen, kost het vermogen. En nu heb je dus de kans om het zomaar draadloos te integreren. Wat ik al zei, long range. Dat betekent dus dat je eigenlijk heel weinig kosten hebt voor je infrastructuur. Je zet 1 gateway neer, 1 LoRa gateway en daarmee kan je echt heel eenvoudig een pand leeghalen qua sensordata. Of een bepaald gebied van enkele kilometers al afdekken. Het is low power, dus het mooie is, het kan ook batterijgevoed zijn. Dat betekent ook weinig kosten voor installatie en deployment. Je hoeft geen voeding aan te leggen, je klikt gewoon de sensor ergens daar waar je hem wil hebben. En vervolgens verstuurt hij zijn data voor een aantal jaar. En dan na een paar jaar zou je eventueel de batterij kunnen vervangen of de sensor kunnen vervangen. Het is wel low data. En dat is wel iets waar je goed rekening mee moet houden. Dus je kunt geen video streamen. Je kunt ook niet elke 10 milliseconden een meetpunt krijgen. Het is voor low sensor data. De temperatuurwaarde is elke pak een beetje 3 minuten. Dat is toch wel een beetje de max. Daar moet je rekening mee houden. Maar dat neemt niet weg dat je daar natuurlijk nog ontzettend veel toepassingen mee kunt voorzien. En daarmee, eigenlijk met al deze factoren, is het ook een hele low-cost oplossing. Als je het even vergelijkt met Bluetooth. En je zou Bluetooth beacons moeten plaatsen overal. Dan heb je eigenlijk zoveel beacons nodig in een pand. Dat is eigenlijk bijna niet te doen, qua kosten dan. Nou, hoe ziet zo'n topologie er wel uit? En dan heb ik nu even over de LoRa to GBS gateway, zoals we hem een anderhalf jaar geleden al geïntroduceerd hebben. Je ziet in het midden zie je de LoRa to GBS gateway staan. Ik weet niet of ik ook een muis heb. Ja, hier. Dit is de gateway. Daar zit al een LoRa kaart in. Dus je hebt gewoon direct een LoRa netwerk beschikbaar. En hier aan de linkerkant zie je dus ook alle LoRa sensoren. Die zijn dus vanuit de oorsprong eigenlijk vooral aangegeven vanuit de gebouwautomatisering. Dus dat zijn gebouwbeheerssensoren, klimaatsensoren en zo. Maar je kunt in principe nu elke LoRa sensor hier aanknopen. En uiteindelijk wordt hier aan de rechterkant wordt de BACnet gesproken, een protocol wat heel veel gebruikt wordt in de gebouwbeheerswereld. Maar in principe zijn meerdere protocollen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld ook Modbus of MQTT. En via MQTT kun je dus eigenlijk alles direct naar je via een API naar je dataplatform versturen. Dat is dus eigenlijk de oplossing die we al hadden geïntroduceerd, maar nog even voor de refresh. Het fijne aan deze oplossing is dat je eigenlijk helemaal geen verstand hoeft te hebben van LoRa. Het is een super eenvoudige configuratietool en dat zie je hier ook aan de rechterkant. Zie je eigenlijk allerlei inputs die je hier kunt configureren, zoals Modbus of Mbus, BACnet, LoRa. En hier een aantal outputs zoals MQTT of bijvoorbeeld ook weer BACnet. Mooi is dus ook, dit is dus een any-to-any gateway zou je kunnen zeggen in beperkte vorm. Je kunt dus LoRa naar BACnet doen, maar je zou ook bijvoorbeeld BACnet naar Amazon of BACnet naar MQTT kunnen doen. Kortom, het is super eenvoudig om te configureren
En je kunt meerdere protocollen, zowel als input als output, gebruiken. En dat zijn dus een heleboel protocollen, zoals ik al net heb aangegeven. En het mooie ervan is ook, in deze oplossing, de LoRa 2 GBS oplossing, is de hele LoRa payload conversie is volledig geïntegreerd. Nou, wat is ook alweer een payload conversie? Je moet je zo voorstellen, als zo'n LoRa device een bericht verstuurt, dan is dat een of andere hexadecimale string. Kan je niet lezen als mens, althans uitzonderingen daar gelaten. Dus die moet je converteren. Uiteindelijk wil je daar bijvoorbeeld temperatuur en luchtvochtigheid en CO2 waardes uithalen. Nou, dat noemen we de payload conversie. Die zit al volledig geïntegreerd in dit apparaat. Dus daar hoef je helemaal geen zorgen om te maken. Er zijn, ik geloof, iets van 50 of 60 sensoren al volledig dekkend in dit systeem. En daar kan ook eventueel nog nieuwe payload conversies kunnen daarbij komen. Dus kortom, je kunt zo'n systeem direct uit de doos gebruiken zonder dat je enig verstand hebt van LoRa. En we helpen je daar natuurlijk ook nog een beetje mee. Nou, dat was eigenlijk de LoRa 2 GBS gateway die we al hadden. Eigenlijk al een prachtig apparaat, maar we kregen toch wel wat feedback vanuit de markt dat er ook nog bepaalde zaken waren die eigenlijk ook nog, waar ook nog behoefte aan was. En daar hebben we de Industrial IoT Protocol Gateway voor gelanceerd. Je zou hem ook kunnen bedenken als de LoRa 2 GBS Extended, dus de uitgebreide versie van de kleinere versie aan de linkerkant. En het onderscheid zit eigenlijk in deze punten die hier staan. Ik zal er even rustig doorheen lopen. Als je kijkt naar de traditionele LoRa 2 GBS gateway, gebaseerd op die Option Cloud Gate, dan hebben we het over 50 sensoren en ongeveer 500 meetpunten die de unit aan kan. Er komt wel einde van dit jaar een andere versie waarbij je ongeveer 100 sensoren aan kan. Maar goed, dat is dan ook wel het matje. Vergelijk je dat met zijn grote broer aan de rechterkant, dan praat je al gauw over 500 sensoren en 5000 meetpunten. Let wel, die zijn allemaal gebaseerd op een interval van ongeveer 15 minuten. En per sensor zo'n 10 parameters. Dus bijvoorbeeld één sensor die stuurt temperatuur, luchtvochtigheid, et cetera, et cetera. Dus kortom, qua aantallen sensoren kan deze veel meer aan. De linker, de kleine versie, is eigenlijk gebaseerd op een wizard, zoals ik jullie net heb laten zien. Hele prettige wizard, maar dat is het dan ook. Als je een ander protocol zou willen dan die niet in de wizard zit, ja, dan heb je dikke pech. Maar gelukkig is daar nu wel een oplossing voor, want je kunt dan zijn grote broer gebruiken. De rechter variant die heeft namelijk een wizard, dus een aantal standaardprotocollen ingebakken. Maar hij beschikt ook over Node-RED. En via Node-RED kun je eigenlijk elk protocol wat beschikbaar is binnen Node-RED, kun je direct deployen en gebruiken. Ik zal het straks nog even laten zien. Op dit moment is het bij de kleine versie is het eigenlijk alleen mogelijk om uplinks te sturen. Dus dat betekent sensordata vanuit het veld wordt naar je gebouwbeheerssysteem of naar je PLC gestuurd. Momenteel kunnen we nog geen downlinks doen. Dus dat zijn aansturingen van sensoren bijvoorbeeld. Met de grote broer is dat absoluut wel mogelijk. Je kunt dus ook dingen aansturen, een klep aansturen bijvoorbeeld, of een interval verhogen of verlagen. Kortom, je kunt vanuit je gebouwbeheerssysteem of je PLC of SCADA systeem kun je rechtstreeks downlinks sturen naar je LoRa sensor. De linker variant die heeft direct de LoRa module geïntegreerd. Dus dat is een gateway met een LoRa gateway in één. Dat kan heel prettig zijn, maar we kregen ook wel de feedback dat heel vaak dit kastje ergens in de serverruimte geïnstalleerd wordt. En dat is niet de plek waar ook LoRa-dekking nodig is. Dus we hebben ervoor gekozen om zijn rechterbroer eigenlijk los te maken van de LoRa-gateways. En dat betekent dat je gewoon één of meerdere LoRa-gateways apart kunt installeren daar waar de dekking nodig is. En via Ethernet zijn ze aan elkaar gekoppeld. Eigenlijk zoals elk LoRa-netwerk werkt. Nou, de linker variant die is beschikbaar in de Ethernet-variant en de LTE, dus mobiele variant. En de rechter is alleen Ethernet. Maar je kunt uiteraard wel LTE toevoegen door gewoon een redelijk eenvoudige mobiele gateway of router toe te voegen aan de protocol gateway. Nou, hoe ziet dan de netwerktopologie eruit? Eigenlijk redelijk vergelijkbaar met wat ik jullie net liet zien. Behalve dat je hier zo dus een extra gateway hebt. Dus de LoRa gateways die zijn losgekoppeld van de protocol converter. En we hebben dus Node-RED als toevoeging waarmee we eigenlijk nagenoeg elk protocol wel aan kunnen. Ik zal er straks ook nog even verder op ingaan. Als je dan kijkt naar smart building, daar wordt hier veel voor gebruikt, dan kunnen we daar natuurlijk gewoon de bekende smart building sensoren al eenvoudig toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan CO2, bezetting, geluid, trilling,
parkeerplaatsen, parkeersensoren hebben we daarvoor een uitgebreid portfolio om in de gebouwbeheer of smart building hele mooie toepassingen te bouwen op basis van de fabrikanten die hier aan de rechterkant staan. En ik heb ook nog een nieuwtje, want sinds kort hebben we ook een nieuwe fabrikant in portfolio. En die is eigenlijk voornamelijk gericht op energiemonitoring en besparing en dan heel erg op verwarmingen, zeg maar. Hier zien jullie diverse sensoren staan, allemaal gebaseerd op LoRa. Dus aan de linkerkant staat een thermostaatkraan die werkt op LoRa, kan zelfs 10 jaar met een batterij mee. We hebben ook een thermostaat, die kan dan die kranen weer aansturen bijvoorbeeld, maar ook de ketel. We hebben een waterkraan en die waterkraan die zorgt ervoor dat als je bijvoorbeeld lekkage hebt, dat die automatisch de kraan dichtzet. Dus als echt een actuator en die kun je aansturen. En we hebben binnenkort ook de introductie van de CO2 gebaseerd op solar. Nou, er hoeft de zon niet voor te schijnen, maar het licht uit een kantoorruimte is al voldoende om die sensor te voeden. Dat betekent dat je dus een endless battery lifetime hebt. Je hebt namelijk helemaal geen batterij nodig. Een prachtig portfolio, daarover later ook nog wel meer, maar we hebben het al beschikbaar, dus die kun je morgen eigenlijk al direct inzetten voor deze toepassing. Wat zijn het dan voor toepassingen? Nou, we zien dat ze vooral veel gebruikt worden in grotere gebouwen, waarbij je dus bijvoorbeeld meerdere thermostaatkranen hebt. Ja, die staan gewoon permanent aan natuurlijk, ook al zit er niemand en staat het raam open. En met dit soort technologieën kun je dat veel beter beheersen en daar kun je veel energiebesparing uit halen. Dus denk bijvoorbeeld aan de renovatiesector, utiliteit, studentenwoningen en hotels. En ja, wat we hebben gezien in de praktijk is dat de typische terugverdientijd van zo'n oplossing toch al gauw een maand of 12 is en heb je het al helemaal terugverdiend. Kijken we dan naar de LoRa-sensoren die vooral voor smart industry zijn, dan zijn dat gebruikelijke industriële sensoren, dus Modbus-sensoren, analoog 24 mA, digitale input-sensoren. Stroom, trilling, maar ook bijvoorbeeld de actuator sensor. Dus je kunt echt een output schakelen door middel van LoRa. Nou, welke toepassingen zou je dan bijvoorbeeld aan kunnen denken? Kijk bijvoorbeeld naar de warehousing. Daar zou je bijvoorbeeld iets kunnen doen met de laaddeuren, waarbij je gewoon goed kan meten hoe vaak ze open en dicht gaan. Hoe lang staan ze open? Ook voor energiebesparing kunnen die dingen niet meer dicht. Maar ook voor onderhoud. Als je weet hoe vaak ze open en dicht zijn, kun je gerichte onderhoud verzorgen. Geldt ook voor de bijvoorbeeld lopende banden. Er zitten bepaalde motoren aan. Daar zou je misschien de trilling van willen monitoren voor beter onderhoud. En ook het voorkomen van uitval uiteraard. Daarnaast nog een toepassing die we veel zien is klepstanden monitoren. Uiteraard kun je daar je processen door optimaliseren. En ook het onderhoud is beter voorspelbaar wanneer je weet hoe vaak een klep open en dicht is gegaan. We kunnen nog eentje uit de tuinbouw. Daarvoor wordt vaak gebruik gemaakt van silo's. Nou, daar kan je de inhoud monitoren, de flow kan je daar monitoren. Ook in de kas kan je natuurlijk veel gerichter temperatuur en luchtvochtigheid bewaken. Zodat je je proces kunt verbeteren en ook zelfs hoge kwaliteit kunt leveren uiteindelijk aan je klant. Als laatste voorbeeld, echt wel uit de praktijk, is het monitoren van nou, bijvoorbeeld vakantieparken. Waarbij je dan uiteindelijk zou willen afrekenen op basis van het verbruik. Of bijvoorbeeld benchmarken, de hoeveelheid energieverbruik in de zwembaden. En daardoor, nou, dit zou je natuurlijk kunnen toepassen op vakantieparken, maar ook bijvoorbeeld op studentenwoningen als je dat zou willen. Daar heb ik eigenlijk een demo, maar ik wil u toch verwijzen, want we willen het binnen de tijd houden. We zitten op 19 minuten. Deze demo die zal ik apart opnemen en ik zal jullie, Caroline, die zit hier naast mij, die zou jullie daar nog een link van sturen van die aparte video, zodat jullie kunnen zien hoe makkelijk het is eigenlijk om LoRa-sensoren te configureren en de Industrial IoT Protocol Gateway om die verder in je systeem op te nemen en ook de hele Node-RED-omgeving te kunnen gebruiken. Dus die krijgen jullie nog na afloop. Als je gelijk al vragen erover hebt, dan kan dat uiteraard nog even in de vragenronde of jullie kunnen daarover apart contact opnemen. Nou, samenvattend. Komen we dan uit dat we met de LoRa to GPS gateway heb je eigenlijk een LoRa base station in het geval van de kleine. En beide zit er een interne LoRaWAN server, dus betekent je hebt eigenlijk nergens geen externe LoRaWAN servers meer nodig. De hele payload conversie gebeurt volledig in de gateway, dus die hoef je ook niet meer zelf te doen. Je hebt er eigenlijk ook niet eens verstand van te hebben. Er zijn heel veel protocollen die al uit de doos worden ondersteund.
Maar via Node-RED, met name met de grote broer, kun je echt heel veel zaken nog toevoegen. Je zou zelfs je eigen nodes kunnen maken als je dat zou willen. Het is dus volledig uitbreidbaar via Node-RED. En dat betekent dus dat je een compleet portfolio van draadloze LoRa-sensoren heel gemakkelijk zou kunnen integreren in je omgeving voor industriële automatisering. Het is niet alleen uitlezen, maar je kunt ze nu ook zelfs aansturen en je kunt actuators gebruiken. Dat betekent dus dat je totaal geen kosten hebt voor bekabeling en eigenlijk met één gateway, met hele lage infrastructuurkosten, een compleet gebouw kunt voorzien van dit soort technologie. Kortom, hele eenvoudige configuratie waarmee je snel zou kunnen uitrollen met je mooie LoRa monitoring project. Ja, hierbij ben ik gekomen aan het einde van de rit en ik heb even nog wat korte tijd voor vragen. Even kijken hoor, ik zie hier van Daan, eens even kijken hoor, kan ik elke LoRa sensor toevoegen? Ja, dat is het mooie. Wij hebben vanuit MCS natuurlijk al diverse sensoren die wij zelf ondersteunen, maar we begrijpen wel dat de wereld groter is dan MCS alleen. Dus je kunt zeker ook gewoon elke LoRa sensor toevoegen. Het is wel zo dat de LoRa payload conversie, daar zijn een aantal, dat moet dan wel ingebakken zitten in deze gateway. Wat ik al zei, er zijn echt iets van 60 sensoren die al ondersteund worden. Maar stel dat er toch nog eentje in zit die niet ondersteund wordt, dan kunnen we daar nog eentje toevoegen. Ik krijg hier ook nog een vraag. Even kijken. Ik begrijp dat met Node-RED veel mogelijk is, maar heb je er ook... deze persoon heeft daar zelf geen kennis van. Moet ik het dan toch nog zelf beheersen? Nou, dat is op zich niet noodzakelijk. Wij hebben hier engineers zitten die zelf met Node-RED overweg kunnen. Dus samen met jou kunnen we daar een flow voor maken. En die vervolgens kun je die gewoon gebruiken. Dus kortom, je hebt niet per se kennis nodig van Node-RED. Maar als je op een gegeven moment de mooiste dingen zelf zou willen bouwen, kunnen we je daar ook in helpen om het jou te leren, zeg maar, zodat je daar toch zelf kan. Eens even kijken. Ik wil graag remote toegang tot de gateway. Hoe zou ik dat het beste kunnen regelen? Nou, in principe kun je dat het handigste doen door gewoon gebruik te maken van onze bestaande VPN-oplossingen, zoals we nu eigenlijk ook al remote toegang geven tot je gebouwbeheersysteem. Dat gebeurt over het algemeen door een router met VPN-tunnels. En daarmee heb je op een hele veilige efficiënte manier toegang tot je gateways en ook het hele netwerk wat erachter zit, indien dat beschikbaar is. Dus kortom, dat kan je het beste op die manier doen via een VPN-oplossing, zoals wij die leveren met het Smart Cluster. Even kijken, kan ik ook iets aansturen? Nou, inderdaad, dat wat ik aangegeven heb, zelf, ik had één actuator aangegeven, maar eigenlijk elke LoRa-node die in principe aangestuurd kan worden, die kun je ook via deze manier gebruiken. Dus je zou bijvoorbeeld ook Modbus-adressen kunnen schrijven. Niet alleen maar lezen, maar je zou ze ook kunnen schrijven in bepaalde sensoren of andere zaken die Modbus ondersteunen. Even kijken, hoe kom ik nog in aanmerking voor software en sensor-updates? Ja, je kunt je voorstellen dat zowel de software die op die gateways draait, dat is natuurlijk aan verandering onderhevig. Soms zit er daar wellicht een beveiligingsissue op, wat we continu willen verbeteren, zeg maar. Of soms moeten er nieuwe sensoren ondersteund worden. Nou, wij vragen hier een hele kleine fee voor, een jaarlijkse fee. Dit zit in de propositie, zeg maar, zit dat ingesloten. En dat betekent dat je eigenlijk altijd recht hebt op firmware updates, software updates en ook als er nieuwe sensoren toegevoegd kunnen worden, dan heb je daar ook recht op. Dus ik wil jullie heel graag bedanken voor de aandacht. En mochten jullie zelf nog vragen hebben, andere vragen, jullie weten ons te vinden. Even een mailtje naar verkoop@mcs-minnow.com of even bellen. En dan zie ik jullie graag weer een volgende keer. Dank u wel.